Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Zorgtalent. Welkom bij een nieuwe uitzending van Aan tafel met Leendert. Uiteraard vanuit de Stationsweg in Leiden, vanuit het restaurant Luxor. En waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het hebben over flink fietsen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we het hebben over het Weihnachtsoratorium. Dinsdag is er een uitvoering in de Pieterskerk en zaterdag is er een uitvoering in de Pieterskerk. Maar als je al kaartjes hebt, naar welke moet je naartoe? Want de ene is namelijk van het Nederlands Kamerkoor en de andere is van het Bachkoor Holland. En om in deze verwarring duidelijkheid te scheppen, zit ik hier aan tafel met Judith Pranger. Welkom. Jij bent van het Bachkoor Holland. Klopt. Jullie hebben aanstaande zaterdag een voorstelling in de Pieterskerk. Yes. Maar er is wat verwarring ontstaan. Want naast het Bachkoor Holland is nu ook het Nederlands Kamerkoor die het Weihnachtsoratorium doet. Ja. En het is bij sommige mensen niet helemaal duidelijk wanneer ze nou waar moeten zijn. Ja. Morgen, dinsdag is er een uitvoering en zaterdag. Als je nou kaartjes hebt voor het Bachkoor Holland, wanneer moet je dan gaan? Hoe laat moet je er zijn? En wanneer moet je vooral niet gaan? Mocht je nou kaartjes hebben voor het Bachkoor Holland, dan moet je er zaterdag zijn om 19:30 stipt. Dan gaan we beginnen met de muziek. Ja. En dat is de traditionele Weihnachtsoratorium. De zaterdag voor kerst. Die er al jaren is in Leiden. Ja, en toch is er nu een tweede opvoering. En daar zit wat verwarring in. Mm-hmm. Jullie hebben een rechtszaak met de Pieterskerk gehad. Klopt. Laten we daar niet te ver op ingaan. Nee. Dat heeft ook met de Matthäuspassion te maken. Klopt, ja. Eigenlijk volgend jaar wilden ze dat al overdragen aan het Nederlands Kamerkoor. Ja. Tot en met 2017. Jullie hebben gelijk gekregen bij de rechter dat aangevochten. Tot 2017 noemen jullie dat nog. Ja, correct. Maar ondertussen waren er voor het Weihnachtsoratorium al afspraken gemaakt met dat zelfde Nederlands Kamerkoor. Klopt, ja. En daardoor is die verwarring een beetje ontstaan, hè? Ja, die verwarring is daardoor ontstaan. Het mooie aan Nederland is natuurlijk dat je op hetzelfde podia, hetzelfde stuk, gewoon meerdere malen zou kunnen uitvoeren. Ja. Dus in principe is het niet zo'n probleem. Want dat zal ongetwijfeld een hele mooie uitvoering worden. Het is een prachtig koor. En wij zijn ook een heel prachtig koor met een hele mooie traditie. En die traditie is al jaar en dag. En die is er op de zaterdag voor kerst. En mensen zijn misschien wel een beetje in de war dat er op dinsdag nu ook een Weihnachtsoratorium is van de Pieterskerk. En die Pieterskerk maakt dan de verwarring een beetje. En die hebben kaarten gekocht in de veronderstelling dat ze bij die traditionele Weihnachtsoratorium van het Bachkoor zitten. Ja, maar als je dus die kaartjes hebt en je gaat dinsdag niet, maar je gaat zaterdag, dan kom je niet naar binnen. Ja, dan kom je niet naar binnen. Nee, dan moet je echt dinsdag gaan. Maar of je moet met de Pieterskerk regelen dat je een vergissing hebt begaan en dat je heel graag zaterdag wil komen. Maar dat kan nog, hè? Jullie Ik geloof dat het mogelijk is. Ja. En jullie zijn er nog kaarten vrij. Ja, die zijn er zeker. Ja, ja. Ja, ja. Nou, verwarring opgehelderd. het Weihnachtsoratorium. Ik heb het even opgezocht. Ja. Ik ben niet zo bekend met de muziek van Bach. Nee. Ik weet natuurlijk wel dat de Matthäuspassion, ik heb jullie vorig jaar zien beginnen in de Pieterskerk. Een grootse uitvoering. Mm-hmm. Premier Rutte is er altijd bij, onder andere. Hè? Ja. Paul Witteman, de presentator, speelt er een rol in. Verder zitten er ministers, oud-ministers, you name it, iedereen is er. Ja. Hele ja. bijzondere uitvoering ja, is dat. Ja, absoluut. Hè? Het Weihnachtsoratorium is eigenlijk, zoals ik het las, het Matthäuspassion alleen dan voor de kerstdagen. Ja, is dat goed? Zo zou je dat kunnen zeggen. Het is wel een groot verschil. De Matthäuspassion gaat over het passieverhaal van Jezus Christus. En het Weihnachtsoratorium gaat over de geboorte onder andere van Jezus Christus. Ik zou het gezelliger vinden als ik zo, om dan naar het geboorteverhaal te gaan. Ja, dat is natuurlijk waar je van houdt. Ja. Sommige mensen houden van heel veel drama. En dit heeft ook wel een zeker drama. Alleen dit gaat heel erg over het feest. Ja. En over waarom het zo speciaal is dat dat kindje geboren is. En je hoort het ook in de dynamiek van de muziek. Het is heel vrolijk. Het swingt soms echt de pan uit. Dat is echt fantastisch. Ja. Het is in die zin minder theatraal. Maar het is beschouwender. Zeg maar. Kennen wij stukken eruit? Ja, vast. Ja.
Ja, je kent vast het begin. Het begin met Pauke. Ja. En dat is een heel bekend stukje. En er zijn ook natuurlijk de koralen. Dat zijn een soort psalmachtige stukjes muziek. Die absoluut herkenbaar zijn voor heel veel mensen. Ja. Maar ik wil even weten. En dan zonder de normale kerkkoren in belachelijk te maken, laat ik het maar zo zeggen. Maar mensen die wel eens in de kerk komen of wel eens in de kerk geweest zijn. En daar het plaatselijke koor zien zingen. Mm-hmm. Wat jullie doen is net even wat anders. Hè? Het is wel een beetje anders. Ja, want vertel even, jullie zijn een professioneel koor. Ja, hoeveel zangers of koorleden hebben jullie? Nou, we hebben gemiddeld zo'n 40 zangers, professionele zangers, waarmee we dit soort grote werken als het Weihnachtsoratorium en ook de Matthäus Passion wel met z'n 40 staan te zingen. Dat doen niet alle koren, ook niet alle professionele koren. Het is een vrij grote bezetting. We hebben daarnaast werken we met het Concertgebouw Kamerorkest. En ook natuurlijk een fantastisch orkest. Daar zitten mensen van het grote Concertgebouworkest in. Het is een ander niveau. Dat is het meer. Het zijn gewoon allemaal profs. Het is een beleving. Ja. Normaal gesproken in de kerk is ter ondersteuning van de dienst. Nee, jullie geven echt een uitvoering. Ja, dit moet je echt heel anders zien. Waar de muziek voorop staat. Ja, en niet, dit gaat echt om artistiek belangen. Precies, het gaat niet, want je bent niet gelovig. Dat zou niet uit hoeven maken, hè, om naar zo'n stuk toe te gaan. Nee, feitelijk maakt dat natuurlijk niet zoveel uit. Bach is natuurlijk was een religieus man, dus die heeft wel vanuit een religie gecomponeerd. Mm-hmm. En daar op basis van bijbelverhalen en bijbelse teksten stukken gemaakt. En natuurlijk is het mooi als je een beetje weet van die achtergrond en dat je snapt hoe dat verhaal in elkaar zit. Dat je dan veel ingeleefder kunt zingen. Ja. Maar nee, dat kun je ook zonder dat je dat gelooft. Je kunt je er een voorstelling van maken. Dus. Nou weten we van die Matthäus Passion, in ieder geval weet ik dat je daar wat zitvlees voor nodig hebt. Ja. Hoe lang gaat het aanstaande zaterdag duren bij jullie? Nou, het Weihnachtsoratorium, daar heb je ook wel wat zitvlees voor nodig. Je moet je voorstellen, het Weihnachtsoratorium is opgebouwd uit 6 delen. 6 cantates noemen we dat. En die worden lang niet altijd alle 6 uitgevoerd. Ja. Maar wij doen ze alle 6. Dus dat is een pittig programma. We beginnen om 7:30. De meeste concerten beginnen om 7:45. Maar wij hebben wel echt die 3 kwartier extra nodig om, om rond 10:30 klaar te zijn. Ja. Okay. Ja. Dus aanstaande zaterdag in de Pieterskerk begint om 7:30. Als je nog kaarten wilt, kijk op de website van de Pieterskerk. Daar zijn de kaarten nog verkrijgbaar. Ja. Heb je al kaarten en je hebt ze voor jullie, voor het Bachkoor Holland, dan moet je er zaterdag zijn. Heb je kaarten voor het Nederlands Kamerkoor, dan moet je dinsdag in de Pieterskerk zijn. Hetzelfde optreden, maar net even anders. Net even anders. Judith, bedankt dat je dit kon toelichten. Ja, graag. Eind november startte de Flink fietscampagne. En het begon een beetje mysterieus, met flyers, posters en graffiti op de weg. Ondertussen wordt duidelijk wat het is. Het is van de gemeente Leiden, de regiogemeentes eigenlijk, om het fietsen te stimuleren. En ik spreek hierover met Sander Verduin van de gemeente Leiden. Welkom Sander in de uitzending. Dankjewel. De Flink fietscampagne, heel mysterieus begonnen. Op Twitter waren er allemaal mensen, wat is dit? Graffiti op de grond, flink fietsen, posters met mensen met een fiets, flink fietsen erbij. Ja. Waarom die campagne zo mysterieus ingestoken? Ja, we zijn begonnen met teasers, begin november, met de posters, markeringen. Inmiddels hebben we de website opengezet, de Facebookpagina, flink fietsen. Waarom? Als je het hebt over fietsen, dan heb je het over hoe verplaatsen mensen zich. Dat is routinegedrag. En routinegedrag, daar heb je ooit een keer over nagedacht en dat zit er gewoon in. En als we daar over gaan communiceren op ratio, bijvoorbeeld van het is sneller of goedkoper, dan komt het niet echt binnen. Dus we hebben geprobeerd om mensen te teasen, even stil te staan, zodat je binnenkomt op bij wat mensen beweegt. En dat je daar weer opnieuw hopelijk een overweging kan maken. Ja, en vooral op Twitter zag je het. Op Twitter zag je voorbij komen van, het was eind november natuurlijk ook slecht weer. Dus iedereen op de Breestraat, was iemand die een foto daarvan gemaakt met zijn hoofd naar beneden of fietsen door de regen. En dan valt het ineens op de grond flink fietsen. En ook mensen, wat is dit nou? Wat wil de gemeente? Wat is dit voor een project? Is het een fietsenmakelaar of hoe noem je dat, de fietsenverkoper die erachter zit? Niet. Nee. En daarna hebben jullie eigenlijk zijn de campagne ook niet met een grote knal gestart, maar ook online verder gegaan. Ja. Was het ook het idee van online is op het moment de plek om een discussie over fietsen te voeren? Nou, in ieder geval kan je dan goed in contact komen. Mensen kunnen reageren, dat ook onderling. En wij kunnen daar weer op reageren. Zo kan je zien ook wat er speelt. En je komt ook weer binnen bij, hopelijk bij die emotie. Mm-hmm. En niet alleen maar op de ratio. Ja. En wat willen we met de campagne? Het is een paraplu-merk.
Net als daar kun je mee thuiskomen of van A naar B. En daarvan weten we dat het beter blijft hangen als je zo'n merk opzet. Dat waardoor we de aanstaande jaren, als we alle zaken die we doen vanuit de gemeente tot uitrol komen. Zoals betere fietspaden. We krijgen snelfietsroutes naar Katwijk, Leiden-Dorp, Den Haag hebben we er al twee. De verbeteringen, de fietsenstallingen bij het station. Dat gaat via Flink Fietsen gecommuniceerd worden? Alles via Flink Fietsen. En we gaan, want wij, net zoals wij verkopen geen fietsen. Nee. Dus het is geen fietsenhandelaar die deze actie doet. Maar wij faciliteren als gemeente wel die verplaatsingen. Dat je een goed, veilig, comfortabel fietspad hebt. Maar ook de stallingen daarbij. We gaan het zo meteen nog even over hebben. Want bij de Flink Fietsencampagne heeft eigenlijk twee richtingen. Eentje is gericht op de fietser zelf. En de ander op de regiogemeente eigenlijk. De eerste even. Wat wordt er van de fietser gevraagd? Of wat hopen jullie bij de fietser los te maken met deze campagne? Wat we hopen is dat je voelt dat het fijn is om te fietsen. Het is stoer. We zijn het gewend. Meestal vanuit vroeger. Als je naar school fietste. En het geeft gewoon een goed gevoel. Maar dan ga ik even. We hebben die natte maand november net achter de rug. Door de wind en regen. Met boodschappen, tassen van plastic die afscheuren. Naar huis met de... Om dan nog eens een keer te gaan koken, daar word je er niet zo vrolijk van. Dan doe je het er lekkerder in en is dat in de auto, nog met de auto te doen. Ik denk dat het andersom is. Ik denk als jij gefietst hebt, stel je voor je komt van Voorschoten naar Leiden of van Leiden ga je naar Voorschoten. En je hebt in de auto gezeten, in de file eventueel. En je komt thuis en als je gefietst hebt, heb je toch een lekker gevoel. Yeah. Gewoon, ik heb het toch gedaan, ik heb toch bewogen. Je wordt er fitter van. Ja. En het is gewoon, het geeft je een goed gevoel. Ja, is het ook nodig in het verstedelijk gebied waar we hier eigenlijk in de Leidse regio allemaal in wonen, die auto thuis laten staan omdat het anders gewoon te druk wordt? Ja, sowieso met een historische binnenstad wat Leiden is. Als we allemaal met de auto zouden komen, zou het heel snel vol raken. De fietser is gewoon heel snel vanuit de Merenwijk, vanuit waar dan ook. Je rijdt er zo heen. Je bent heel snel bij de winkels. Dus ik denk dat het heel handig is als je de fiets pakt. En toch is die auto heilig. Wat zeg je nou tegen dat mensen weet die ik zeggen niet. Van... Dat ben ik niet met je op, eens. Gemeente. Nee. Moeten we nu ook nog eens een keertje gaan fietsen? Ik wil lekker naar die nieuwe parkeergarage binnenkort de stad in. Vooral doen. Naast wat we doen voor de auto en het OV, hebben we nu ook... geef gewoon veel aandacht ook aan de fiets. En ik doorzeuren, zelf... Hartstikke goed. Ja, maar dan kom je de binnenstad in en dan bij het station kan je je fiets niet kwijt. En de fietsenrekken bij de markt staan altijd, op het eind van de Breestraat staan altijd vol. Je kan niet lekker over de Breestraat fietsen. Het is allemaal onbereikbaar, lastig. Nou, dat beeld herken ik niet. sowieso bij het station gaan we 12.000 stallingsplekken erbij realiseren de aanstaande jaren. Tot aan 20.000 stallingsplekken komen daar. Op dit moment is ook op de drukke momenten is er plek op de Travo-locatie. En er komen nog 1500 plekken bij binnenkort. Maar het is wel de bedoeling dat jullie in ieder geval in de Leidse regio ervoor gaan zorgen dat het fietsen aantrekkelijker wordt. Toch? Absoluut, absoluut. Want het wordt niet alleen van ons fietser gevraagd, ga fietsen? Nee, het is twee dingen. Aan de ene kant, de gemeente wil goed faciliteren. En dat doen we dus met betere fietspaden, snellere fietspaden, goede fietsparkeervoorzieningen. En in de wijken, en bij de stations, en bij het centrum. En daarnaast bepaalt iedereen zelf of hij de fiets pakt. Maar als wij laten zien, joh, dit is wat we doen, dit is wat we hebben, kunnen we jou dan motiveren om te gaan fietsen. Ja. Weet je dat het er is en weet je ook dat het gevoel, gewoon een lekker gevoel is als je fietst. Ik wil jou zo meteen even, ik ga mij uitdagen om te enthousiasmeren voor fietsen. Want ik moet eerlijk zeggen, als binnenstadbewoner ga ik liever lopen. Ik ging naar de V&D op mijn fiets. Dan moest ik heel snel iets binnenhalen. Maar binnen naar buiten, toen kwam ik terug. Het was mijn fiets verplaatst, omdat je hem kennelijk niet voor de V&D mag zetten. Dat vind ik irritant. Ja. Daar hebben we een hele mooie stalling voor onder de V&D. Ja, ik moest heel eventjes. Ja. Maar, en het is ook, als ik bijvoorbeeld zit nu op de Stationsweg. Als ik hier moet zijn, kan ik eigenlijk mijn fiets niet op de Stationsweg neerzetten. Voor de Luxor. Omdat hij dan ook weghaalt, omdat het fiets weg is. Dan kom ik hier naartoe lopen. Ja. Maar enthousiasmeer me is voor fietsen. Nou, het is goed dat je dat zegt over die Stationsweg. Ja. Dat is een belangrijke route vanaf het station het centrum in. Dus op het moment dat jij
en anderen daar de fiets neerzetten, dan blokkeer je gewoon de veilige route en de open route naar het centrum en naar het station. En dat is dus fietsfoutjes weg, zeg je. Mm-hmm. Wij hebben handhavers die zorgen dat die route open en begaanbaar blijft. Yeah. Juist voor al die andere mensen die daar doorheen moeten. Yeah. En ook het station willen bereiken. Yeah. Ja. En nog even één buiten mijn gemenker. Waarom op de fiets? Ja, het geeft gewoon een heerlijk gevoel. Fiets je zelf buiten, altijd? Niet altijd, maar heel vaak. En ook ik heb gewoon een auto. En als ik met de kinderen naar sport ga en ik heb er drie, dan, en het is verder weg, dan moet ik ook gewoon met de auto. Ja. Maar voor de rest, graag fietsen. Heerlijk. Ja, absoluut. En de komende jaren gaat deze campagne nog lopen. Dit is dé plek op het moment dat je op de fiets wil weten hoe de ontwikkelingen in Leiden zijn om te kijken. Flinkfietsen.nl is de website. Ja. En de Facebook Flinkfietsen. Ja. En dan zit hij ook nog op Twitter. Ook op Twitter, maar ook we hebben nu de actie Win een Fiets. Dus als je jezelf als flinke fietser op de foto zet en je zet die foto op Facebook, kan je de fiets, winnen. Dus ga naar Facebookpagina Flink Fietsen. Ja. En dan voor die fiets, dat gaat lukken. Sander, bedankt dat je hier was. Graag gedaan. En dat is over deze uitzending van de tafel met Leendert. Uiteraard zijn we er morgen weer met Cultuur aan tafel. Dus tot morgen.